Hoi, ik heb weer een nieuw boek voor jullie. En het boek heet Emma in het spookhuis. Hier zit Emma. Je denkt dat die op een bergje zit, maar die zit niet op een bergje. Die zit op een monster. Oh, het boek gaat over een monster. Maar pas op, het gaat over een manier hoe je een manier kan bedenken om iets tegen monsters te doen. We gaan rap eens kijken. Het begint wel een beetje griezelig. Begin er klaar voor? Zo, kijk. Emma keek in de donkere bek van het griezelige monster. En die ging er juist op. Maar toen, het is niet echt, hè. Toen werd ze wakker. Het was maar een droom. Het was niet echt. En ze bibberde over haar heel lijfje. En haar hazenvelletje was kletternat van de schrik. Ze ging naar het toilet, hè, want het is ochtend, dan ga je naar het toilet. Zeg, zo gaat dat nu al weken, dacht Emma. Elke nacht heb ik van die rare, vieze dromen. Ik vind dit niet meer leuk. Ik heb er genoeg van. Ik moet er iets aan doen. Ik wil niet meer dromen over monsters. Ja, want wie vindt dat nu leuk? Dromen over monsters. Ik mis, hè. Jij wel? Nee, dat is niet leuk, dromen over monsters. Dus Emma had een plan. Ze ging naar dit huis. En weet je wie daar woont? Daar woont de dromendokter. Die zou haar goed kunnen helpen. De dromendokter die zei... zei hij. Hij dacht even na. Ja, ik weet het. Jij hebt een heel grote monsterfobie. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk, niet leuk, maar we kunnen er wel iets aan doen. Jij moet in de boekenwinkel mijn boek gaan kopen. Ik heb een heel goed boek daarover geschreven. En daar staan allemaal tips in wat je kan doen tegen monsters, over dromen over monsters. Dus ze ging naar de boekenwinkel en ze begon te lezen. Te lezen, te lezen, te lezen. En kijk, het boek heet Monsters. Alles wat je moet weten. Voilà. Zo heet dat boek. En toen begon ze te oefenen. Ze leerde, ze had zo'n stok gepakt en ze had daar een monster van gemaakt. Om te oefenen hoe je tegen monsters kan vechten. Ze leerde hoe je ze kan kalmeren. Oh, monster, rustig. En ze leerde hoe je een monster gewoon met een simpele schouder erop kan uitschakelen. Flap, over haar schouder. En ze leerde hoe je, als het echt een heel vies monster is, pijlsnel kan weglopen. En na een tijdje had Emma alles geleerd wat ze kon doen tegen monsters. Ik heb hier ook een monster. Kijk, zit daar ze. Hé, monster. Pablo. Het is een stil monster. Ze had alles geleerd over monsters en toen was het zover. Tijd voor haar plan, want Emma die had een heel speciaal plan. Ze ging naar de kermis. Kijk eens, er is hier een draaimolen en er is hier een ballenkraam. En hier is een meneer die ballonnen verkoopt en hier zijn botsauto's. En hier kan je ook ijsjes kopen, denk ik. En hier is een draaimolen, maar daar kwamen ze allemaal niet voor. Nee, ze ging in deze rij hier staan. Zie je ze staan? En dit is de rij van het spookhuis. Emma ging naar het spookhuis. En ze kocht een ticketje bij deze meneer. En ze koos het mooiste autootje uit. En ze gaf haar ticketje af aan die meneer. En ze reed binnen in het spookhuis. Oh, wauw, dat is wel een heel stoer van Emma. En na een paar tellen was Emma in een hele donkere gang met haar autootje. En het was daar precies zoals ze had gedacht. Er waren daar monsters, vliegende monsters, skeletten, zo'n beetje dierachtige monsters, uilachtige monsters, kleine en grote monsters. En ze dacht, nu is het aan mij. Nu ga ik aan de slag. Ze sprong uit haar auto en ze riep, wawa, ja!
En met een paar snelle handgrepen schakelden ze de monsters uit. Ze stak er iets tussen hun bek, ze legde ze in de knoop, ze bond hun bek vast en voor het grootste monster had ze de verschrikkelijkste straf. Een dikke, vette kus voor dat grote monster. En het duurde niet lang of alle monsters die liepen huilend weg. We vinden dat niet meer leuk in dat spookhuis. En Emma die liep daarachter. Liep ze daarachter. En toen kwam die meneer. Die boze meneer. Nee, niet toen was hij. Daar juist was hij niet boos. Maar nu is hij wel boos. Hij zegt. Zeg, wat is dat hier eigenlijk? Wat is hier eigenlijk allemaal aan de hand? Kijk, hij is aan het roepen. Hè. Dit vind ik niet oké, hoor. Dit is een spookhuis en je mag de spoken niet wegjagen. Je mag niet zelf gaan spoken. Jij mag nooit meer terugkomen, konhaasje. Vanaf nu is het verboden. Kom maar mee met mij. Kijk, ik wil jou nooit meer zien, zei de man. Wegwezen. En hij schreef op zijn bord verboden voor hazen. Maar Emma vond dat niet erg. Ze was kei trots dat het gelukt was om de monsters weg te jagen. En ze ging een ijsje kopen voor zichzelf en thuis dronk ze een lekker tasje thee. En toen, na het avondeten, wilde Emma heel graag nog een beetje lezen in haar zetel. Maar daar kwam niet veel van in huis. Ze viel in slaap en ze droomde van monsters. Maar die monsters waren haar vrienden. Kijk, ze ging daarmee vliegen. Niet alle monsters zijn slecht, hè. In ieder monster zit ook een goeie monsterke, hè. Haha, coole Emma, vind ik. Dat is een cool boek, hè. Emma in het spookhuis. Wat een geweldig boek. Ik denk dat ik ook eens ga deze nacht dromen van monsters uitschakelen. Haha. Dag, tot morgen.